gang gekregen in koekbouillon gedurende 5,5 minuut. De kreeft heeft nu 5,5 minuut gekookt, waarna we hem uit de koekbouillon halen en hem direct laten schikken aan koud koelen in ijswater. In eerste instantie halen we de scharen van de kreeft af. We zullen voor deze bereiding alleen het staartvlees gebruiken uit de kreeft. Ik ga de kreeft nu in twee delen hakken. Zet het mes halverwege de kop erin en duw het mes langzaam naar de staart toe naar achteren erdoor. Draai de kreeft om en herhaal deze handeling aan de andere kant. Nu de kreeftenvlees roken. Daarvoor heb ik een rookmachientje meegebracht. Dat gaan we zo meteen op een pit zetten. Allereerst haal je de attributen eruit. En pak je een stukje aluminiumfolie waarin je de rookmond in het midden van plaatst. En hem dichtvouwt. Altijd twee keer over elkaar, want dit mag er echt niet uitkomen. En dan nog een keer aan die kant dicht. Plaats het in het midden van de rook in. Middenplaatje eroverheen en het rekje. Midden plaats je een stukje aluminium. In het algemeen is het verstandig om dit even in te zetten. Wij gebruiken hier zelf coatingspray voor. Dat kan ook met boter, olie of andere vetstoffen. Even inspuiten om plakken te voorkomen. Leg het secreet in het midden. Sluit het deksel. Zet hem op het vuur. Dit zal enige tijd duren voordat de rookmot warm genoeg wordt om rook te produceren. Op dit moment is de kreeft aan het roken. Omdat dit een koude bereiding zou moeten zijn, halen we hem na de eerste rook, nadat de gele rook is verdwenen, halen we hem eraf en laten we hem rustig op de werkbank verder roken. Het is verstandig om de kreeft heel even af te laten koelen, ook in combinatie met de rest van het recept. Anders zal de mascarpone heel snel teruglopen en wordt het totaal anders dan het eigenlijk bedoeld is. Hak het kreeftenvlees. Voeg de mascarpone toe. En de wieslook. Knipjeszout. Schepje peper. En we gaan goed door. En haal voorzichtig de vorm ervan af.